Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik de Sims spelen. Ik ga niet zomaar de Sims spelen. Ik ga vandaag Musical.ly stars namaken in, of TikTok stars namaken in de Sims. En ik ga beginnen met Lisa en Lena. Ik weet niet wat hun achternaam is, dus ik ga gewoon overal als achternaam TikTok erbij zetten. Zij is uiteraard een tiener, meisje. Bleek huid. Ja, zoiets. Ik ben aan het denken welke gezichtszone ze een beetje heeft. Ze hebben een redelijk rond gezicht en ik ben aan het kijken of ik iets vind die redelijk rond is. Allee, ovaal. Ik vind echt niets ovaligs. Vond ik Frans onderstuk. Iets rondere, bruinere. Nee, ik vind het echt super moeilijk om mensen na te maken in Sims, dus ik hoop dat het mij een klein beetje aan het letten is. Zo. Ze hebben wel wat oog geplaatst. Kijk naar mijn haar. Ze zijn blondig. Lang haar. Ja, dat haar kan wel. Maar die wenkbrauwen zijn nog niet goed. De wenkbrauwen zijn donkerder dan in de haar, maar het lukt mij niet om die mooi te doen. Te krijgen eigenlijk. Als ik af en toe naar die kant kijk, is omdat er daar een foto ligt van hen.
Qua make-up ga ik het redelijk zacht houden. Eventjes andere foto's ook op van gaan opzoeken. Allemaal redelijk fel wel. Ja, dit is het misschien. En de lippen, mooie roze tint. La, klein beetje blush. Het is wel redelijk dikke maatjes hier, denk ik. Yes. Much better. Kledij. Altijd wel moeilijker, vind ik. Zoiets hebben we ze wel aan. Ze hebben echt zo wel verschillende outfits aan. Ik ga even kijken of ik iets vind die redelijk dichtbij aanleunt. Zo een. Zo'n lichte rippled broek. En dan een flesje of een trui. Niet zo gekleed. Zoiets kan wel. Dit was wel eens hun outfit, zo'n camouflerende jacket. Ik ben echt super veel van hun outfits aan het bekijken. Of ze gaan voor een jurkje. Nope.
vind zo niets die echt typisch hen is. Even verder zoeken. Dat is zo moeilijk. Outfits zijn zo moeilijk. Vandaag gewoon voor deze jacket. Nee, geen accessoires, wel schoenen, gewoon simpele. Dus Lisa, die gaan we Lena maken, omdat dat niet zo heel moeilijk is, want we gaan gewoon naar met Rene spelen. Bursus, tweeling. En nu voor Lena ga ik gewoon een andere outfit kiezen. En een ander haar. En daarvoor ga ik eventjes op TikTok gaan zoeken. Even op zoek. Misschien doe ik het wel met zo'n petje. Hier is haar. Lang haar. Zo. Hetzelfde haar. Andere make-up.
Alhoewel ze een tweeling zijn, wil ik uiteraard gewoon niet gewoon de ene kopiëren naar de andere. Wil ik wel iets leuks. Voilà, petjes. Wel, ik wel denk dat dat haar pet is. Ben ik niet zeker of dat staat op haar hoofd in deze zin. Version. Voor deze goed. En nu. Oeh, ja, dat is hem. Broek, een jeanske. Misschien wel dezelfde jeans. Of lichter, ja. Voilà. En dezelfde gympies. Yes! Lisa en Lena zijn gemaakt. Nu ga ik 10 glunt maken. Voilà. Ik ga ze ook TikTok noemen als achternaam. Allemaal familie. Ik denk dat ik wel vanuit dit hoofd kan werken. Zie, haar wenkbrauw staan redelijk hoog eigenlijk, dus ik wil dat hier ook wel proberen na te maken. Nee, ze heeft geen uniebrauw. Ik hoop dat ik trouwens niemand beledig met deze Sims aflevering ding. Heel kenmerkend vind ik aan Sina is dat ze hier zo een huidvlekje geeft. Geen puisten. En ze heeft lang plat haar eigenlijk. Nog langer. Ja, dat is wel haar soort haar eigenlijk. Niet volledig, maar wel wat dat er dichtst bij
past. Ja, dat valt toch wel een beetje. Lijkt ze erop. Dit is altijd redelijk natuurlijk qua make-up. We gaan straks redelijk natuurlijk make-up doen. Ze heeft wel een mooie grote mond. Dus dat gaan we ook proberen. Dat maken. Dus een paar lipjes terug gaan. Maar ik vind het juist gelukt niet meer. Om uit deze zoektocht te blijken. Dus dat is eigenlijk wel de mooiste lip. Laten we voor lekker aan gaan zoeken. Voilà. Yes. New outfit. Ik denk dat ik voor deze ga gaan. Het lijkt wel op iets dat ze onlangs heeft gedragen. Voor zo'n opstand. Of als ik natuurlijk iets zou vinden uit haar collectie, dat zou, die lijkt op iets van haar collectie, dat ze ook fantastisch toch zijn. Ja, wacht. Let niet op mijn raar geluidjes tussendoor. Hier. Ja, hokje. Deze outfit lijkt echt hier een beetje op, vind ik. Gewoon nog die schoenen. Meestal draagt ze zo niet. Zulke schoenen. Yes, dit is 10. Penny? Ik vind het wel. Yes. Nog eentje. En ik weet voor wie we kunnen gaan als ik ze vind. Als ik ze vind, ik volg ze.
Door een godswin. Dus zij eigenlijk wel redelijk uitsprekende look heeft. Zij. Voilà. Dus we gaan haar maken. Zij is al ouder, dus ik ga ze als jongvolwassene maken. Voilà. Eventjes leggen mijn gezicht. Ze heeft wel een iets volle gezicht. Echt een mooi gezicht ook, maar wel volle. Misschien wel zoiets. Ik weet het niet, ik vind het een beetje moeilijk. Zo knot. Dat kan ook. We hebben wel zoiets, denk ik, hier met twee knotjes. Maar dat is het dan ook weer niet. Ofwel, jawel, 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 jawel. Yes, yes, yes. Eyebrows. Ze heeft ook wel een goede bril, dus. Van is er heel veel keuze, dus ik wou bril. Of ga ik deze zonnebril geven? Deze lijkt eigenlijk nog best op wat als ze echt draagt. Ze heeft zelfs zo'n bekkeltjespatroon in haar bril. Yes. Ze is wel iets gezet, hè? Dus dat wil ik ook wel benadrukken. Niet dat ze dik is, maar ze is ook niet graag mager. Ze is niet zo dun als Tien of zoals Lisa Lene. Waarom is kledij zo moeilijk? Hoewel, ik zeg dat en ik vind direct echt een perfecte outfit voor haar. Maar misschien wel iets. Yes. Hoewel, ik ben nog niet zeker of dat hij perfect is. Het kan ook wel zoiets zotters zijn. Of een hoodie. Een groedie.
voel alsof dat ze zoiets als een drama, ook niet helemaal. Of gewoon een band shirt. Wil jij zoiets? Nee, ook niet. Dan vind ik niets. Ik ga even kijken op Google wat dat ze daar draagt. Iets bent die erop lijkt. Ik ga gewoon voor een simpel basic shortje gaan. I don't care. Dan een shirtje met een stoffenbroek. Je moet een spijkerbroek, hè? Of zo. Ja, ik heb het zoiets. En ik vind dat ze niet leuk, hè? Schoentjes mag dragen. Yes, yes, yes. Ik ga ze nog even allemaal karakters geven en dan ben ik zo terug. Zo, dat zijn al mijn TikTokkers die ik vandaag ga maken. En ik ga ze ook eventjes delen in de galerie. Zodat jullie, als jullie willen, ze ook kunnen meespelen en downloaden.
nog een leuke pootje. Het is altijd zo één iemand die niet zo... Yes! Nee, toch niet. Oh nee, focus, stop met twijfelen. Oké, we gaan hiervoor gaan. Ik ga ze eventjes opslaan. Dik. Even nog alle personages: Lisa, Lena, Stien en Laura. Yay! We gaan niet spelen hoor. Maar ik wil jullie wel alvast bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie de volgende video weer. Doedels! Oh ja, ga mij ondertussen ook gaan volgen op TikTok. Doedels!